Sloten Plasconferentie was een onderdeel van het bestuursakkoord van het dagelijks bestuur van het stadsdeel. He, dus altijd al een wens van het bestuur om deze conferentie te organiseren. En waarom het een wens is, is om wat meer input te krijgen van de burgers, de gebruikers van nu van de Slotenplas, maar ook de toekomstige gebruikers van de Slotenplas, om hun mening te geven van hoe dit gebied aantrekkelijker gemaakt kan worden. Ik ben Charlotte, ik ben van Madame Charlotte Catering en ik ben nu de trotse bezitter van een heel klein restaurantje in Duiklaar, in de jachthaven verderop. Gewoon eigenlijk het mooiste terras van Amsterdam, maar niemand weet het nog en dat willen we heel graag met iedereen gaan delen. Dit is de Slotenplas en dit is de noordzijde. Er zit een kommetje, er zit nu een jachthaven, oh, die zit er al. En dat hele mooie terras zit hier in het hoekje over een klein oploopbruggetje en dan kom je op dit prachtige terras. We gaan voor kwaliteit, maar heel langzaam, want we doen alles op eigen krachten. En met hulp hopelijk van de hele buurt. Zorg voor leuke bewegwijzigingbordjes voor ons allemaal, zodat het hier mooier wordt en leuker, want daar gaat het eigenlijk om. Nou, dit is een van de mooiste plekken van Amsterdam. Je kan hier echt genieten. En eigenlijk denk ik dat veel meer Amsterdammers zouden moeten weten dat hier die plek is. Dat je hier ook echt kan, nou ja, kan flaneren, kan genieten, kan recreëren. Kortom, het is een stedelijke, rustige plek midden in Amsterdam. Je ziet de lantaarns op het plein waar we nu staan. Dat blijft een openbaar plein. Daar kan straks van alles nog steeds gebeuren. Het rondje Slotenplas kan daar ook doorgaan. Het ronde gedeelte op het maaiveld, op de begane grond, is het Grand Café. Hartstikke toegankelijk. Ook voor oudere mensen, slechter ter been, is het erg belangrijk. Dat je niet een trap af hoeft of een trap op hoeft, zoals het nu het geval is. En daarboven zit de hotelfunctie en een aantal multifunctionele ruimtes. Wat je ziet is dat op, of zo'n beetje bijna op het bestaande paviljoen, een toren is geplaatst. Die toren is op de plek gemaakt die Van Eester ooit bedacht heeft voor ook een uitkijktoren. De fundering daarvoor is ooit aangelegd. En wij maken, zou je kunnen zeggen, het plan van Van Eester af. Dit is een plan wat geen subsidie nodig heeft. Dus het bedrijft zichzelf. Dat is in deze tijd natuurlijk wel een vereiste. Ja. Ik ben Harriet Haakma-Wagenaar. Ik ben voorzitter van de Vrienden van de Slotenplas. Dat zijn 500 leden die hier allemaal zo'n beetje om de plas heen wonen. En enige horeca vind ik ook wel goed als dat hier komt. Maar het moet niet zo massaal zijn als ineens een enorm hotel of zoiets. Maar iets kleiners wat een beetje verborgen wordt in het groen. En waarin mensen heel makkelijk iets kunnen nuttigen. Die rondkomen rennen gewoon, of kinderen gewoon ijsje eten. Dat is hier veel te weinig. Goedemiddag, ik ben Kevin Uitzorn. Nou, wat we willen doen is, we willen een wakeboard en waterskibaan op het Slotenplas bouwen. Een wakeboardbaan is een kabelbaan over het water, tussen de 5 en 700 meter, waar je aan een kabel rondgetrokken wordt. Er kunnen 8 tot 10 mensen tegelijk aan een kabelbaan rondgetrokken worden, ongeveer 30 km per uur. En dan kan je kiezen om te waterskiën of te wakeboarden. En dan word je eigenlijk als het ware aan een kabel rondgetrokken. Er komt geen boot aan te pas, het is echt een kabel over het water. De locatie, daar kunnen we nog inschuiven. Ik denk dat dit gedeelte van Amsterdam wel iets hips en iets nieuws kan gebruiken. Ik zie een hoop hotels en een hoop conservatieve ideeën. En ik denk dat dit toch wel in het oog springt. Het trekt een hoop jong publiek aan. Ik heb begrepen dat er een hoop skaters in de buurt zijn en dit sluit daar perfect op aan. Ik ben Willemijn Harmsen en ik doe mozaïek en community art. Goede herinneringen aan de Slotenplas, want we hebben daar een bank gemaakt eerst en er waren zoveel mensen en het was zo communicatief een succes. En toen dacht ik, nou, ik hoef niet nog een bank, want dat wordt zo saai, zo'n stuk beton met van die stukjes. En bovendien zitten kun je in het gras, maar drinken, je moet altijd maar zo'n flesje sjouwen als je echt wilt drinken. Er is geen drinkwater. En toen dacht ik, nou, laat de happertjes maar weer komen, de drinkfonteintjes. Wat we willen is een idee krijgen wat mensen denken dat hier kan gaan gebeuren op de lange duur. He, dus niet wat we volgende week kunnen uitvoeren. En zoals die waterhappertjes, dat kunnen we natuurlijk volgende week uitvoeren. En dat zullen we ook gaan doen. Maar als het om een veel grootschalige ontwikkeling gaat, dan kan dat niet meteen. En het is zeker, we hebben bijna geen geld. He. In deze tijd van crisis, geld is niet aanwezig. Goedendag, ik ben Tom Albers.
Ik woon nu 3 jaar in Amsterdam en ik had de grote uitdaging om met het project mee te doen. Het project is eigenlijk een afgeleide van vroeger, van de ouderwetse kijkdoos. Waar je dus door een gaatje heen keek en al de componenten zag staan en dat je er diep in kon kijken. Dit project wat ik gedaan heb is een wezen zelf, maar alleen op een design manier. Dat je echt een kunstobject ziet wat vertaald wordt naar een speelobject. De moeders de kinderen die hierin spelen, die worden door de moeders overal gezien. Dus het komt op een verhoging, die moeders zitten lekker te babbelen met elkaar en die kijken zo eigenlijk door de kijkdoos heen. Dus als je hier doorheen kijkt, kijk je er helemaal doorheen. Dus. Er waren wat kleinere ideeën en die vind ik altijd mooi. Tenminste, zo'n soort kunstidee waar kinderen in kunnen klimmen. Bijvoorbeeld wat te verwijderen is ook. Mijn naam is Richard Wiersma. En het komt er kortweg op neer dat ik de planeten op de juiste schaal en ook in de juiste verhouding rond de plas neer wil zetten. Met informatieborden erbij. Nou, de aarde heb ik eigenlijk als basis genomen. En die heb ik gewoon, omdat het eigenlijk de belangrijkste planeet, want daar wonen we tenslotte op. Die heb ik 1 meter genomen. En daar komt er dan op neer dat de grootste planeet, Jupiter, die zou dan ongeveer 11,2 meter groot zijn in diameter. Het zou kunststof kunnen zijn. Het zou aluminium kunnen zijn. In ieder geval duurzaam materiaal. Wat gewoon weerbestendig is. En het lijkt mij voor jong en oud, arm en rijk, ontzettend leuk idee. En om dat te beleven. Het staat niemand in de weg. Het is een welkome aanvulling. En het past altijd bij de natuur. En of het nou mooi weer is of lelijk weer is, het geeft wat vrolijkheid in het park. Als de bladeren zijn gevallen en de bloesem is verdwenen, dan heb je deze bloesem nog.